Als ik s'avonds mijn laatste ronde ga lopen, dat is na 11 uur, soms wel 12 uur, dan is het echt stil. En dat vind ik wel heel lekker. Gewoon in alle rust je rondje kunt lopen. En dat geeft een gevoel van vrijheid, de stilte. Dus wat kan ik voor u doen? Oh, had u gebeld voor Piepje? Is dit een Piepje, ja. Even kijken hoor. En hoe gaat het met de pijn? De pijn gaat iets dagelijk, ja. Ik heb iets 12,5 milligram aan pleister vandaag gekregen. Terug naar 25. Maar in verband met het genezingsproces, dat sneller gaat als je minder pijnstillers hebt. Prima, lekker slapen. En als er iets is, kunt u altijd bellen, hè? Goed? Oké, wel rust hoor. Slaap lekker. Ik werk graag in de nacht. Ik vind de werkzaamheden die je in de nachtdienst hebt, vind ik heel erg fijn. Het is rustig, het is stil. Ja, ik zeg altijd, overdag verpleeg je de mensen en 's nachts zorg je echt voor je patiënten. Dus en dat spreekt me heel erg aan. Ik heb geen probleem met stilte en ook niet om te werken in stilte. Ja, ik vind de stilte in de nacht maakt dat je rustiger je werk kan doen. Dat je momentjes hebt voor de patiënten die je nodig hebt. Het is veel rustiger, er lopen bijna geen mensen in het ziekenhuis. Dus je hebt bijna het idee dat het ziekenhuis van jou is, ja. Nou, ik doe eigenlijk altijd standaard als ik terugkom bij mijn werk, zit ik een half uur in de auto. En ook bewust zonder muziek en even de radio uit, dat ik even de dag aan me voorbij kan laten gaan. En kan de dingen die ik heb meegemaakt even van me af kan zetten. Dat ik het niet meeneem naar huis.
Ik zit al 11 jaar in de beveiliging als mobiel surveillant. Ik ben ook begonnen als mobiel surveillant 11 jaar geleden. En ik draai onregelmatige diensten, waaronder nachtdiensten, avonddiensten. Maar de nacht bevalt me prima. Ik vind dat fijn, omdat ik overdag best wel een druk bestaan heb met 2 kinderen en een vrouw. Dus ik vind dat heel fijn als ik nachtdiensten draai en, en de rust komt je tegemoet, zeg maar. En vooral in nachtdiensten is het heel rustig. Ja, 's nachts is het zeker spannend, want je weet nooit wat je op je pad komt. Nou ja, je loopt altijd buiten, dus je bent altijd alleen. Je bent heel erg op je eigen aangewezen. Ik ben wel eens bang. Elk gezond mens is denk ik wel eens bang. Ik denk dat dat voor iedereen geldt, maar ook voor een beveiliger. Ik denk dat de geluiden 's nachts helderder zijn, meer doordrongen. En dat in de dagsituatie dat je dat minder hebt. Ja, dan reageer je niet op elk geluid wat je hoort. Maar in de nacht ben je meer gefocust. Ja, bijvoorbeeld met de poging tot inbraak die ik toen meemaakte. Ik hoorde al voetstappen. En normaal zou je daar niet zo op reageren. Maar deze keer reageerde ik wel al heel snel. Omdat ik dacht van raar, 's nachts om 3 uur voetstappen bij dat object. Nou, dat verwacht je gewoon niet. Nou, en even later hoorde ik dus een breekijzer. En toen wist ik ook wel dat ik in de goede richting zat. Dus dat is ook een voorgevoel. Ja. We hebben geen stilte in de bakkerij. Kijk, je hoort de ovens, je hoort de afzuiger, je hoort de machines draaien. De echte stilte zou dus ook alle machines stil moeten zetten en dan moet gaan luisteren naar het rijzen van het brood. Dat is stil. Dat hoor je niet. Vanaf mijn 20e ben ik bakker. Dus ik doe het nu al 28 jaar in een familiebedrijf. De bakkerij is gewoon die van mijn opa, toen van mijn vader. En nou zet ik het voort. En dit jaar hebben we het 90-jarig jubileum. Het mooie van het vak is dat je gewoon 's nachts de rust, de stilte, je wordt niet gestoord. Elke dag is toch anders. Het is elke keer de uitdaging om het goede stuk brood te bakken. Wat op enorm veel punten fout kan gaan. Maar toch door elke geconcentreerde gefocust te blijven op het eind van de ochtend een mooie gevulde winkel te hebben is heel erg mooi. Ik begin elke nacht om 11:30 tot ik klaar ben. Ik vind het heerlijk om 's nachts alleen te werken. Je wordt niet gestoord, je hoeft op niemand te letten. Je bent puur verantwoordelijk voor jezelf. Gaat er iets fout, dan kan je maar 1 persoon de schuld voor geven. En het is gewoon de rust. En 's nachts kan je gewoon veel nadenken over nieuwe producten, acties, dat soort dingen. Alle geluiden heb ik om me heen. En in je hoofd ben je continu bezig met je werkproces. Dus het is zeker niet stil voor mij in de nacht. Zeker niet, nee. Wanneer voor mij stil is, is een stukje hier van de bakkerij dat ik naar huis rijd. Dat is een stukje dat je even je hoofd leeg maakt. En daarom vind ik het ook heerlijk om een bestelling weg te brengen. Gewoon even naar een klant toe, even een rustpuntje. Gewoon even niks.
Er zitten in mijn muziek, mijn opnames, zitten tal van oneffenheden. Die laat ik er bewust in. Daar schaam ik me niet voor, dat hoort bij mijn muziek. Dus ga er gerust met een koptelefoon naar luisteren en je hoort van alles. Wat niet klopt. Wat misschien niet mooi is of gladjes of strak. Weet je, maar dat hoort erbij. Dat maakt dat het leeft en dat het bruist. Ik ben professioneel muzikant sinds mijn 20ste, dus nu 18 jaar. In die tijd heb ik heel veel liedjes zelf ook geschreven natuurlijk. En waar ik achter ben gekomen is dat de meeste van die inspiratie komt 's nachts. Je loopt wel met ideeën rond natuurlijk de hele dag. Doe je indrukken op en ideeën. En op de een of andere manier, als je dan 's nachts op bed ligt, dan komt het er in één keer uit. Hè? Dan heb je zo'n rekenmomentje en dan schrik je wakker. En dan moet je mee aan de slag, want anders is het kwijt natuurlijk. Soms componeren, schrijven, maar meestal neem ik het gewoon op het idee wat ik heb. En probeer ik het dan ter plekke uit te werken en dat kan wel de hele nacht duren soms. S'nachts componeren is rustig. Voor mij is het een beetje net als misschien voor een schrijver of een schilder, een blanco blad of een blanco doek. De stilte van de nacht is mijn blanco doek. En die stilte heb je nodig, hè, want wat is muziek anders dan spelen met stilte? Wat ik probeer te doen in mijn muziek is om de stilte heen spelen, zeg maar. Dus klanken te maken die de stilte respecteren. En dat kan ook heel druk zijn, het kan heel veel geluid zijn. Het kan ook heel weinig geluid zijn. Maar ik denk dat je vooral niet bang moet zijn in muziek om die stilte terug te laten horen. Dus een stil moment. En dat is ook wat je heel vaak niet meer hoort natuurlijk. Hè? Want tegenwoordig, moderne muziek, als je op de radio luistert naar muziek, het is allemaal volgekletterd qua geluiden. Hè? Rockmuziek is vaak heel veel op de backends gedrumd, zodat je alleen maar hoort als je goed luistert. En heel veel muziek is vol met synthesizers of strijkers en geen stilte meer. En juist wat ik mooi vind in muziek is de stilte. Tien jaar geleden is mijn geliefde overleden in een kloostervleugel in België. Mijn leven was een puinhoop daardoor. Ik zat gigantisch in de rats. Dat ik een avond in de kapel zat en ik vroeg: God, als u bestaat, geef me een teken. En een keer zie ik een lichtende geestverschijning. En ik hoor gewoon ergens in mijn hoofd om me heen een stem van: bestudeer de vier evangeliën. Ik zeg: grote kapitein, ik heb niet eens een Bijbel. Hoe moet ik dat doen? En weer zei die stem: schrijf de Bijbel maar over. Op zo'n moment kreeg ik ook een gevoel over me van: waarom niet eigenlijk? Nu zijn we 10 jaar verder en ik heb inmiddels het hele Nieuwe Testament kunnen overkalligraferen. Ik ben nu met het psalmenboek bezig. Ik heb net psalm 119, de langste psalm uit de Bijbel, heb ik net geschreven. 20 gekalligrafeerde bladzijden. Ja, het kalligraferen heeft mij gewoon rustiger gemaakt van binnen. Heeft me meer in balans gebracht en meer in harmonie gebracht. Het is, ik heb dat ook als verwerkingsproces gebruikt van verdriet. Omdat ik het bijvoorbeeld herken. Veel onmacht herken ik in de psalmen van koning David. En de voortdurende strijd die hij dan had met het negatieve van het leven. Iets wat ik ook in het verleden achter de rug heb gehad, meerdere malen zelf. Om daar iedere keer weer bovenuit te kunnen komen door die ene magische kracht, wat men dan God noemt, die je overvleugelt. De stilte betekent voor mij eenheid met jezelf, het kijken in de spiegel van je ziel. En dat vul ik dan op met letters en met kleuren
en met klanken. Dus vanuit de basis, vanuit het absolute nulpunt, niks, de stilte, daar ga je in leven. En 's nachts is de natuur is stil, je hoort geen verkeer. Dit is voor mij de perfecte tijd om diep in mezelf te komen. Wat kan ik voor u doen? Als je een beetje water. Beetje water? Oké, okay, kom ik dat even brengen, goed? Ik hou niet zo van de stilte. Ik ben toch wel meer iemand die een beetje lawaai, een beetje drukte om me heen heb. En ik kan wel van stilte genieten, maar niet zo erg als Wim. Ik ben meer zoiets van, als ik ergens ben, moet ik leven om me heen hebben, muziek om me heen hebben en mensen om me heen hebben. Vind ik fijn. Het is wel eens heel druk in huis. Ik hoef niet per se binnen te wezen. Dan doe ik de greep op mijn nek en dan loop ik het land in. Bijvoorbeeld. En dan is in de sloot is wat schoon te maken. Of de mollen, ga ik mollen vangen achter het land of richting het bos. En dan denk ik van, ik kom wel weer terug als het wat rustiger is. Als het te lang stil is, dan word ik eigenlijk een beetje onrustig van. Want als Wim een dag weg zou wezen en die meiden zijn nog de hele dag niet thuis, dan denk ik van ja, ik moet dat om me heen hebben. Er moet er maar weer één thuis komen of er moet even wat gebeuren. Je vindt het dan saai worden? Ja, ik vind het dan saai worden. Terwijl ik zat te doen heb, maar gewoon, ik vind het gewoon prettig als er mensen om me heen zijn. Dat vind ik wel fijn. Ik wil niet in een stad zitten waar het leven is en druk is. Ik zoek wel de stilte van het platteland, om het zo maar te zeggen. Elke dag heb ik wel een stilte moment. Dan kijk ik naar de lucht, de sterren. En dan zie je ook lampjes gaan van vliegtuigen. Van mensen die dus op zoek zijn naar andere plekken. Ik denk, ik ben blij dat ik daar niet in zit. Want ik heb hier de plek die ik prettig vind. En daar sta ik wel eens bij stil. Ik denk, nou, de hele wereld is rep en roer en hier is het lekker rustig. Mijn passie is fotografie. Ik doe overdag doe ik veel aan bedrijfsfotografie. Ik zet mensen op de foto. En de nacht gebruik ik eigenlijk om een beetje tot mezelf te komen. In de nacht fotografeer ik stad en land. Vooral door de kleuren van de vele lichten raak ik wel geïnspireerd. De stilte van de stad zorgt ook weer meteen voor dat je eigenlijk op jezelf wordt teruggeworpen. Je bent eigenlijk heel geconcentreerd bezig. Je bent ook veel beter aan het kijken. Dus je ziet ook veel mooier de mooiere hoekjes van de stad, de steegjes, ja, de mooie plekken in de stad. En die krijgen in de nacht gewoon een hele andere dynamiek. Thank you.
mooiste moment is eigenlijk wel dat het licht weer terugkomt. En dat is dus het ochtendgloren. Dat is eigenlijk het moment dat je zegt van god, er breekt weer een nieuwe dag aan. Weer nieuwe energie. We krijgen weer nieuwe impulsen allemaal te verwerken. Dat heb je wel, dat besef krijg je altijd wel met het opkomen van de zon eigenlijk weer.